Pak je vast, pak je vast. Pas. Als ik dit al bij je doe, pom, pom. Dat doet nog pijn, hè? Ja. Dan doe ik al niks, snap je? What the fuck, man, what the fuck. Kom je nooit meer. Mensen, Izzy van de Vlogs op die scherm. Dit is de eerste keer dat ik een interview doe, dus ik doe het gewoon op mijn manier. En ik ben hier met Henk Kerkers, ik heb me uitgenodigd. Ik ga een paar vragen langs en ik ga kijken welke ik leuk vind. Mensen, voortaan hoe ik het ga doen, ik ga zeg maar op mijn Instagram een post plaatsen wie ik ga interviewen. Daaronder moeten jullie reacties achterlaten en zeggen wat jullie willen weten. Ik heb een paar reacties en ik ga even kijken welke mij het beste lijkt om als eerste vraag. Hoe word je lid en betaal je net als alle andere clubs lidmaatschap? Maar dat is makkelijk, je komt hier binnen of wat dan ook, je bouwt een vriendschap op of je wordt geïntroduceerd in iemand. Daar hebben we het liefst. Okay. Maar wij hebben een hekel aan snitjes, snap je? De politieagenten. Ja. Waarom? Die zijn hier niet om de club groter te maken, die zijn om de club te vernieuwen. Die bedenken dingen dat wij kapot gaan, snap je? En iemand, als jouw vriend is, sta je garant voor jouw vriend. Ja. Maar dan word je lid en dan betaal je het wel gesproken bedrag van 50 euro een maand bij ons. Als je zeg maar vanaf buiten kijkt, dan denkt iedereen dat het allemaal criminelen zijn. Ja, maar als ik jullie van buiten zag op de eerste vlog van jou, dan denk ik ook dat zijn echte crimineel. Sprinkelpolitie, dat heb je van de motorclub nog niet gezien. En toch had ik daar een idee bij van dat is ondeugendheid. Ja, ik heb ook geen strafblad. Nee, maar ik heb ook geen strafblad. Dus dat noem ik ondeugendheid. Ik heb ook geen strafblad. Dus ja, we zijn allemaal van hetzelfde niveau. Alleen ik spring nu politieauto's, maar als ik me nog met 30 kilo spring, dan ga ik erdoor. Ik snap de commotiedrom wel dat de politie dat niet leuk vindt. Alleen een Ordaalhaven die moet direct zeggen: ga van dat ding af. Ja. Het is onze auto, je vernielt onze auto, maar wat doen ze? Huilen op televisie. Ja. Ze gaan er tussenuit met de staart tussen de benen. En dan wordt het een hersen tegen jullie als groepering. Ja, klopt. En dat is niet normaal. En dan word jij afgeschilderd als de grootste idioot van Zandam. Ja. Ja. En dat ben je ook wel, maar dan niet in die zin. Ja. Niet in die zin. Want ik weet heel veel dat jij een aardige jongen bent. Ja. Toen je op de vlucht ging voor die ene vent, ja, daar zei je net al van, dat is zonde van mijn energie dat ik dat gedaan heb. Ja, maar je moet van niemand op de loop gaan. Ja. Je doet niks verkeerd. Hebben jullie ooit gevochten met een andere club? Ja. Ooit verloren? Nee. Spijt van de dingen die je hebt gedaan? Dus dat je... Nou, ik ben een realist en ik ben geen man die terugkijkt in de tijd, want dat is geweest, dat komt nooit meer terug. Dus ik kijk alleen maar vooruit. Mm-hmm. En ik kijk altijd per dag vooruit. Ik maak nog geen plan voor volgend jaar al. Met een momentum, man. Ik ben een momentum man, omdat mijn zuster overleden, mijn broer is overleden, mijn vader en moeder, mijn beste maat is vermoord. Dus ja, ik ben een momentum man, ik weet dat zo het dicht uit kan zijn, dan ben je weg. Snap je? En dan lult niemand meer over, alleen de telegraaf nog. De baas van Oost-Rander is dood. Ja, mooi man. Welke stad ben je geboren? Emmen. Dat is geen stad trouwens, dat is een dorp. Ja, fucking dorp. Waarom ben je weggegaan bij Sotendara? Dat was een interne club, een interne conflict aan de top. Ik zat daar net zo hoog als nu hier, zeg maar. Ja. Ja, dat was een interne conflict aan de top. Ik was niet eens met hun idee over een motorclub. Dus en wat waren die ideeën? Ja, dat is privé voor mij. Okay. En privé voor mij. Okay. Ik praat nooit over mijn gaan. Ja, dat zijn. En dat is een tijd terug, dat is al meer dan 3 jaar terug. En daar hebben we nooit onder elkaar strijden. Okay, maar nu is het gewoon... Als ik de mensen tegenkom, is het altijd goed, joh. Okay. Ik ben nooit aangedragen door andere mensen. Mm-hmm. Ik heb vroeger... Geen vijand. Ik heb geen. Ja, ik zal wel vijanden hebben die zeggen van ik mag hem niet of ik wil hem wel doodschieten. Dat zal er best wel zijn, dat kan. Ja. Maar ik heb ze nog niet gezien en ik vind het ook niet belangrijk om wat ik wil doen. Eerlijk gezegd. Heb je een wapen bij? 2 stuks, altijd. Ja, eigenlijk meer. En wat is het? Mijn elleboog zijn buis, mijn vuist zijn buis, mijn klokstoot zijn buis. Als ik jou een stop geef, dan denk je van oh, dat komt goed aan. Oké, voor de kijkers, hè. Er zijn heel veel jonge kijkers. Voor de kijkers, dit zijn mijn wapens: mijn hoofd, mijn vuist, mijn elleboog. En ik heb een paston voor je bek krijgen als je grote bek hebt. Ja, eerlijk is eerlijk. Maar ik ben heel vriendelijk tegen jullie. En als jullie mij vriendelijk behandelen, dan ben ik vriendelijk terug. Ik ben een vriendelijke man. Mm-hmm. Snap je? Ik heb geen tips voor de jongens die iemand, als ze ooit iemand willen knock-out staan? Wat is het beste manier? Luister, ten eerste je moet nooit dat je zal beginnen opvoeding kunnen wijken. Je begint in geweldproportie nummer 1 is. Als iemand op je scheldt, ga je weg. Schel je niet terug. Laat die man met een stumper. Ten tweede, als aan je lichaam komt, ga je verdedigen. Als iemand je gewoon vastpakt. Dan ga je hem zoveel geven dat hij net nog het goed met je voor heeft. Dat hij denkt van oh, die man moet ik niet meer aanpakken. Als hij begint te stompen, stomp je hem de hele bek in elkaar. Als hij begint te steken, dan maak je hem gewoon dood. Als hij gaat schieten of hij pakt een vuurwapen, dan is alles toegestaan. Maar dan moet hij blijven liggen, want anders komt hij volgende keer weer. Duidelijk toch? Is goed. Duidelijk toch jongens? Op naar de volgende vraag. Op naar de volgende. Met z'n Rutte. Wat? Met z'n Rutte. Als het je niet bevalt, nee, maar Rutte, rot je lekker om naar nee, Rutte doet nog veel simpeler. Die zegt sorry. Sorry. Ja,
dat is wel goed. Dus, hij had ons 1000 euro toch beloofd allemaal. Ja. In Nederland 1000 euro. Wat heeft hij gedaan? Niet betaald. Wat zei hij? Sorry. Okay. Dan moet ik eens doen bij de klant van mij. Ja, ik betaal het niet. Sorry. Ja. Dat werkt niet zo. Kijk, de politiek en ik noem een voorbeeldje Jos van Rij, dat is een wethouder. Die heeft corruptie gepleegd. Die heeft 120 uur dienstverlening gekregen. En is nog steeds volksvertegenwoordiger. Wow. Maar let op, ik ben een MC-lid. Zou ik nog corruptie plegen? Wat zou ik krijgen? 120 uur dienstverlening of 120 jaar gevangenisstraf? Snap je wat ik bedoel? Dus net andersom. Ja. Omdat hij iemand kent binnen de VVD en die kent weer iemand de officier, die kent de rechter weer, die kent die weer. Zo werkt het hele Nederlandse rechtssysteem. Men heeft niet door dat we geleefd worden, snap je? En meneer Teven, die alles fout heeft gedaan in de politiek wat je bevolking noemt als officier van justitie, die is nog steeds volksvertegenwoordiger voor 120.000 euro per jaar. Knap, hè? Dat mag in Nederland. Ja, dat wil ik ook wel dan. Dat wil ik ook wel corrupt wezen. Ja. Heb je ooit iemand vermoord? Nee, man. Tijdens mijn commotie ben je ook naar mij toegekomen. Ja. Maar toen zat ik vast. Maar je bent wel langs de lijf gekomen. Ja. Je hebt ook een filmpje met een paar jongens gemaakt, met een bekende van ons. Ja. Wat vond je daarvan? Wat ik daarvan vind is... Jeugd. Jeugd heeft bijna geen doel meer om te overleven, om wat te gaan doen, geen toekomstbeeld meer. Vroeger toen ik op de LTS zat, en waren jullie nog niet geboren, toen kon je timmerman worden, je kon elektricien worden, je kon alles worden. Maar tegenwoordig kreeg je vak met voeten, je kan niks meer doen. Dus je wordt ook een beetje op een zijspoor gezet als jeugd, er is niemand die zich om je bekommert, dus dan ga je ondeugd doen. Ja. En ik zie dat gewoon als ondeugd, hoor. Ik zie dat helemaal niet als serieuze dingen. Dus luister, we hebben nog 3 ministers gehad, of tenminste 1 staatssecretaris, 2 ministers van justitie, die zijn allemaal door het ijs gezakt, letterlijk. Die zijn van de VVD, dus die besturen het hele justitiële apparaat. Gelooft u nog steeds dat justitie daar onafhankelijk is, of dat men toch dingen zoekt op spijkers op laag water, of dat men toch mensen probeert een verdommoekje te krijgen, op wat voor manier dan ook, en de publieke opinie proberen te verstoren? Dat vind ik het ergste in dit land. Dat de regering alles kan doen. En dat men nu bijvoorbeeld, we zitten hier met buitenlandse jongens. Ik ben geen PVV-man, maar ik ben ook iemand die buitenlandse mensen in mijn club hebben. Maar dat we de PVV-man Geert Wilders nu al uitsluiten om te gaan regeren, terwijl hij misschien 2 miljoen stemmers krijgt. Vindt u dat normaal of vindt u dat niet normaal? Ik vind dat niet normaal. Als je gaat regeren, ik ben het niet met hem eens, dan zien we wel waar we stranden met dit land. Maar ik vind altijd, zoals Trump heeft gewonnen, dan moeten we niet te moeilijk over doen. Punt. Punt. Ja toch? Dank je wel.